Vele reizigers werden bij aankomst in Amsterdam en Rotterdam onaangenaam verrast door de afwezigheid van trams en bussen, die voor korte tijd in de remises bleven omdat het personeel zijn solidariteit wilde tonen met de stakers die het spits afbeten in het conflict tussen vakorganisaties en werkgevers. Volgens een tevoren opgesteld schema, een zogenaamd speerpuntenplan,